Het Amsterdamse publiek is toch altijd het beste steek. Ja, dit hebben we in Eindhoven niet nodig. Nee, Groningen niet. Nee. Oh, sorry, Eindhoven, Groningen. Nee, het was ook heel erg leuk. Super, super. Hey, iedere dinsdagavond topnames vanuit De Wagen in Amsterdam. De Nieuwmarkt, als we het nog een keertje doen, kom hier kijken. Want het is een prachtig pand. Ja, jullie kunnen nu niet zien, als je thuis kijkt, hoe mooi het hier, boven ook is. Maar bijzonder om hier te zijn. Ruud Hendricks, je bent eerder bij ons te gast geweest. En dat was in 2012 de eerste keer dat we elkaar gesproken hebben. Toen wisten wij nog niet zoveel van Startup Bootcamp. Je bent inmiddels in allerlei nieuwe fases beland met die Startup Bootcamp. Jullie helpen beginnende technologiebedrijven in een aantal maanden van een idee naar een werkend product te komen. In die paar jaar, jullie waren een van de eerste die bij ons langskwam. Er zijn meerdere partijen langs geweest. Soms heb ik wel eens een beetje het gevoel dat er in mijn belevingen dat er overkill aan accelerators en overkill aan hackathons en overkill aan, weet je, die verheerlijking van die startups. Moet ook helemaal een keertje over zijn. Ik ben volledig met je. Heb je daar last van? Ik heb er laatst een column over geschreven dat ik ben heel blij om met Nelly en wat ze doet allemaal voor startups. Maar het begint een hype te worden en tegenwoordig is ook alles een startup. Hè. Uber is natuurlijk al lang geen startup meer. Facebook kan je niet meer. Google zag ik laatst ergens als startup. Het is gewoon van de zotte om dat bedrijf zo te omschrijven. En weet je, zeker in Nederland, waar wij natuurlijk ontzettend bang zijn om risico's te nemen, gaat het natuurlijk een keertje heel erg mis. Eerlijk gezegd hoop ik daar ook een beetje op. En dan roepen we met z'n allen van, ja, zie je, het is allemaal maar hype geweest, het is niks geworden. Ja. En dan uiteindelijk komt er een shake-out en dan uiteindelijk blijven de serieuze partijen over en dat is prima. Hey, die hype, heb je daar last van of helpt het je ook om het op de agenda te zetten? Het helpt ons wel. Het staat inmiddels wel overal op de agenda, maar kijk, in Nederland zijn we toch nog wel heel erg voorzichtig. Als wij in Nederland een business-to-consumer starter beginnen die serieus wil investeren in marketing, die echt gewoon grote campagne online, in de krant, op radio, tv, en je zoekt daar investeerders voor, dan is dat heel moeilijk. Terwijl als je een start-up... Ik was in Silicon Valley in februari. En daar was ik bij een start-up die heet Honor, H-O-N-O-R. Ja. Drie Amerikanen, één Nederlander. Die waren naar Maarten ook bij ons te gast geweest. Ik weet niet of je het verhaal verteld hebt. Andreessen en Horowitz gestapt. Daar zei jongens, wij zijn hier met z'n vieren. En Mark Andreessen, jij mag 25 miljoen investeren op een waardering van 100 miljoen. En Mark Andreessen zei van, en waar ga ik in investeren? Toen zeiden de heren van Horst, dat is helemaal niet interessant. Want jij hebt de filosofie, die hebben wij trouwens bij Startup Bootcamp ook. Het gaat niet om het idee, het gaat puur om de mensen die het uitvoeren. Ja, in dit geval was het een start-up die een systeem ging verzinnen waardoor oudere mensen thuis konden blijven wonen. Ja. Waardoor de hele gezondheidszorg ontlast zou kunnen worden en je op een heel andere manier dat zou kunnen organiseren. Ja, en daar zijn ze nu heel ver. Een fantastische marketingcampagne overigens. Ja. Maar dus Mark Andreessen investeerde die 25 miljoen op een waardering van 100 miljoen in de facto vier mannen. En het eerste wat daar gebeurde was dat er een senior developer van Google werd aangenomen. En die verdient $2 miljoen per jaar. En als ik dan kijk naar die enorme commissie, die vergadering in de Tweede Kamer over het salaris van de top van ABN AMRO. Ja. En dan zie ik die baron van Slingeland, vind ik wel een beetje een zielige man. Ja, die moet daar dan gaan verdedigen dat de top niet, toch eigenlijk wel 6 ton moet verdienen in plaats van 5 ton. Nee, dat is zo triest. Maar toch, jij geeft het als voorbeeld. Laat me even uitpraten. Ja, dat is een gewoonte, hoor. Vervolgens komt er dan een mevrouw van een grote headhunter naar me toe die zegt, weet je, wij zoeken een absolute top chief data officer voor een grote Nederlandse bank. En er wordt natuurlijk niet verteld welke, maar we hebben er maar 3. Een absolute top van de top willen wij hebben. Ik zeg, dus die mag ook van buiten Nederland komen. Nee, we willen echt de top. Ik zeg, Ralf Hamers die verdient bij ING 1,6 miljoen. En misschien zijn er hier of daar wat mensen die voor ING in Londen werken die nog ietsje meer verdienen. Maar weet je, als je echt de top van de top wil hebben, je wil die uit Silicon Valley halen, dan hebben we het over 6, 8 miljoen. Ja. Dus weet je, die discussie over of Gerrit Zalm 6 of 7 ton waard, ik vind het allemaal zo triest. En waarom ik je wilde onderbreken, wat niet lukte, was goede poging. Luister. Maar jij geeft nu dat voorbeeld van Andreessen en die 25 miljoen als voorbeeld van waarom wij in Nederland, of dat wij in Nederland voorzichtig zijn. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen, dat hoor ik ook vaak, dit is juist een bevestiging van de hype, de luchtbel, een onhoudbare, opgeblazen luchtbel van waarderingen en salarissen.
Dat kan toch ook, is toch ook niet zo sterk? Ik ben met je eens dat die salarissen daar in Silicon Valley, trouwens, niet alleen de salarissen, hotelkamer op Sandhill Road, goedkoopste is geloof ik $850 per nacht voor een hok. Ja, maar we lopen het een beetje te verheerlijken. Alsof wij hier in Nederland ik mensen moeten aannemen die dat soort bedragen verdienen. Als je met de top wil concurreren, dan moet je ook wel een beetje lef hebben. En ik zeg niet dat je dan mensen voor dat soort salarissen moet aannemen, maar je moet wel een beetje durven. En wij staan helemaal aan de andere kant van het spectrum. Daarom doen wij bij Startup Bootcamp in Nederland vooral B2B startups, omdat B2C gewoon echt moeilijk financierbaar is. Ja. Ja. Hey, waar sta jij met Startup Bootcamp? Want toen je hier was de vorige keer, was je in het begin? Nou, we zitten nu in. We zijn in 2011 met z'n vieren begonnen. We hebben nu zo'n 340 mensen, denk ik, voor ons werken. We zitten nu in 13 steden in 10 landen. En er komen dit jaar, denk ik, nog wel een land of 2-3 bij. En zeker dus ook 3 en misschien wel 5 steden. Ja, wat doen wij zo goed in Nederland? Want we hebben natuurlijk Rockstart, die ook internationaal goed aan de weg timmert. Ja. Jij timmert internationaal aan de weg. Wat doen wij beter of anders? Nou, en vooral de duidelijkheid, Startup Bootcamp is door Patrick en mij en 2 Denen gestart. Ja. Hè? Dus we doen het met z'n vieren. Wat doen wij goed? Nou, ik vind niet dat wij dingen nou zo bijzonder goed doen in Nederland. Dit had net zo goed in Engeland of ergens anders kunnen gebeuren. Ik vind eerlijk gezegd het feit dat wij uit Nederland komen ook volkomen oninteressant. Het gaat erom wat we bereiken. En wat wel leuk is, is dat we in Nederland dit jaar onze 100ste start-up gaan helpen accelereren. Die komen overigens voor 70% uit het buitenland. En als wij hele goede Nederlandse start-ups krijgen, en we hebben er al een aantal in een programma, want we doen het 10 per keer, dan sturen we die ook weer naar het buitenland. Want wij zoeken echt mensen, dat heb ik toen ook tegen jullie gezegd, die deze tafel op willen eten om het beste bedrijf van de wereld te bouwen. En ja, als je bereid bent om vanaf de andere kant van de wereld naar Nederland te komen, of omgekeerd, om daar een bedrijf te bouwen, dat is natuurlijk gewoon een enorme kick. Ja, maar ik snap wat je zegt. Het doet er niet zoveel toe of het Nederland is of iets anders. Tegelijkertijd heb je eigenlijk net gezegd, het maakt wel uit, dat zo'n owner in Amerika, als je daar vandaan komt met je idee bij de juiste mensen, dat je meteen eigenlijk op een ander niveau Wij hadden Uber bij Startup Bootcamp kunnen hebben, dan was het nooit geworden wat het nu is. Nee. En waarom blijf je dan toch hier vanuit je dingen open. Waarom doe je dit niet? Wij zijn wel. Ik zei daarnet, we gaan nog een paar landen in. Ja? En een vestiging in San Francisco. Nou, we zijn daar nu heel ver mee. Gaan we 2 programma's beginnen. Overigens te beginnen met een Women Entrepreneurs Accelerator. Omdat we echt denken dat vrouwen gigapotentie hebben, veel te weinig met tech bezig zijn. Dus dat ben je het wel met Nelly eens? Ik hoorde volledig. Gisteravond met Janneke Niesen, die ik zeer bewonder. Ja. En in New York gaan we ook beginnen. We zijn druk bezig daarmee. Daarnaast kregen wij heel veel verzoeken ook van grote bedrijven die ons vroegen van hoor eens, kan je ons ook helpen om zo te accelereren als je met start-ups doet. Dus we hebben een tweede bedrijf opgezet, dat is InnoLeaps. Dat gaat dit jaar, is 2 jaar geleden in Nederland begonnen, gaat dit jaar, nou, ik denk naar in ieder geval naar Duitsland en naar China toe. En nu zijn we met een derde bedrijf bezig, omdat de eerste 2 heel hard mensen nodig hebben om verder te groeien. We kunnen de mensen niet meer vinden, dus die gaan we nu zelf opleiden en dat wordt onze derde club. Ja, je zei dat InnoLeaps, dus waar je bij corporates probeert, zeg maar, met de start-up methode innovatie tot stand te brengen, dat ongelooflijk hard gaat. Ja, dat gaat heel hard. Hoe komt dat? Want weten ze niet wat ze moeten doen? Omdat er heel veel paniek is onder hele grote bedrijven die inderdaad, zoals Marianne in jullie vorige uitzending aangaf, gewoon echt gewoon zich realiseren. Het is gewoon innovator die. En je ziet toch wel dat in de top van heel veel van die corporates, daar zitten nog wat heren van mijn leeftijd, die denken van nou, ik hoop dat ik het nog een paar jaar red. En, maar dat is natuurlijk niet zo. Die gaan het niet nog een paar jaar redden. Ik bedoel, je kan ze uittekenen, de bedrijven die aan het randje van de afgrond staan. Ja, jij profiteert van de angst, hè? Dat is eigenlijk wat je zegt met dit bedrijf. Ja. Maar kom op, weet je, die logge tankers, die leggen het toch af dus tegen die wendbare speedboot? Of geloof je echt wel dat daar iets kan veranderen? Nou, ik denk dat er wel degelijk wat kan veranderen. Overigens zijn er ook hele goede voorbeelden van logge tankers die in 100, 120 jaar tijd 4 keer van businessmodel zijn veranderd en meer dan hebben overleefd. IBM is een heel mooi voorbeeld, hè, van een bedrijf dat telkens wat anders is gaan doen. We hebben het altijd over Kodak, wat de digitale fotografie uitvond en er zelf aan ten onder ging. Maar Fuji
Fuji heeft bijvoorbeeld fantastisch, 75% van de omzet van Fuji komt uit digitale fotografie. Dus er zijn meer dan genoeg voorbeelden van grote bedrijven die het wel goed doen. En ik zeg altijd tegen die grote corporates van luisteren, je kan je niet veroorloven om welke start-up dan ook niet serieus te nemen. Maar ik zie ook wel start-ups die met enig dédain naar corporates kijken en dan zeg je van joh, ga zelf even zorgen dat je een miljard omzet haalt. Dan gaan we daarna weer verder praten. Ja. Toch? Ja. Ja. Maar dat snijvlak van de oude wereld en corporates en startups, dat is waar wij ons bewegen. En dat is heel erg leuk. Hey, jij bent, voordat je dit ging doen, was je zelf al natuurlijk al een zeer ervaren ondernemer. Als ik naar die afgelopen paar jaar kijk, wat heb jij van die startups geleerd? Ik leer elke dag van al die startups, omdat het aardige is dat ze zijn allemaal specialisten op hun eigen terrein. Ik kan net zo goed als mentor van die startups leren als zij van mij leren. Maar dat is zeg maar op microniveau. Als je macroniveau kijkt, wij zien nu met Startup Bootcamps zo'n 14.000 startups per jaar. Dus wij kunnen internettrends 9 tot 12 maanden van tevoren zien aankomen. Hè, bijvoorbeeld de enorme opkomst van Instagram, die zagen wij heel duidelijk uit de aanmeldingen aankomen. KLM is een van onze partners. Dan bel ik Rogier van Breugel, de innovatiemanager bij de KLM. Zeg ik, Rogier, let op. Ik ben nu heel druk met Twitter, ik ben druk met Facebook, maar je moet even naar Instagram kijken, want daar gaat wat gebeuren. En dat vind ik eigenlijk nog het meest fascinerende, dat je dat hele veld zich ziet ontwikkelen. En ik vind als je 12 maanden vooruit kan kijken, dat dat al heel ver is in deze tijd. Ja. Dus dat is leuk. Hè? We zien nu enorm veel aanmeldingen van startups die bezig zijn met drones. Big data gaat gewoon door, maar dat is obvious. Maar social networks bijvoorbeeld. Er zijn heel veel mensen die zeggen social networks, hè, dat is allemaal wel, nu wel uitontwikkeld. Nou, je ziet ineens heel veel aanmeldingen van mensen die een heel klein, heel verticaal social network willen beginnen. Hè, puur gericht op een heel klein stukje van de markt. Ik bedoel, LinkedIn is natuurlijk heel erg groot, maar je ziet nu dat, daar heb je ze weer. Ja, geef eens een voorbeeld. Ik geef je een voorbeeld. In de top van grote corporates zijn dus heel veel mensen die moeite hebben met innoveren, maar die ook gewoon vinden, oké, wij moeten dus meegaan met LinkedIn. Als ik naar mezelf kijk, ik heb op LinkedIn iets van 2.500 contacten. En dat zijn echt alleen maar mensen waar ik ook daadwerkelijk ooit contact mee heb gehad. 90% ervan heb ik natuurlijk geen idee hoe goed of hoe slecht ze zijn. Maar je ziet nu dus dat er een social network aan het ontstaan is van de top van de top, waar je dus ook echt alleen maar inkomt als je tot die top hoort. Zodat je daar onderling in een veilige omgeving kunt praten over die disruptie, waar jullie het zo vaak ook in jullie uitzendingen over hebben. Nou, dat vind ik interessant. Ja. Maar een social network voor wielrenners vind ik ook interessant. Ja, maar echt gesloten omgevingen waar je echt een drempel over moet om erbij te mogen. Dat is een van de dingen die we nu zien. Ja. Hey, jullie hebben een enorme variëteit aan programma's binnen al jullie verschillende vestigingen en afdelingen. Is dat belangrijk om juist variëteit te hebben? Of zou je moeten onderscheiden in dat enorme veld waarin iedereen bezig is door juist focus aan te hebben? Nou, er is wel degelijk focus. Hè. Wij doen financial tech in Londen, Singapore en binnenkort ook in Amsterdam. We zijn nu met 8 juli kondigen wij een nieuwe accelerator aan die we in een Nederlandse stad en in Singapore gaan doen. Ik kan het verder niet vertellen. Ga je natuurlijk niet zeggen. Nee, maar het is echt. Ja. Je weet dat dit wel de plek is waar je dat soort dingen wel vertelt. Echt een bijzondere accelerator. Ja. Maar wij proberen wel die verticals zo te kiezen dat we daarmee het totale palet behoorlijk kunnen overzien. We zijn nu met Digital Health bezig in Berlijn. We doen hardware in Eindhoven, we doen smart materials in Sittard. Dus, maar als je het allemaal op een hoop schuift, dan zie je wel dat het is niet zo dat we denken van goh, leuk, iedereen. Oké, je komt het soms een beetje over. Nee. We kijken naar twee dingen. We kijken naar die aanmelding. Dus we zien die trends en we zien dus van hey, hoe kunnen we daarop inspelen. Maar we kijken ook van hoor, kunnen wij. Want wij werken met, en dat is denk ik wel wat ons onderscheidt van vele andere accelerators. Wij hebben echt een hele sterke verankering bij corporates. Er zijn zo'n 100 grote, echt multinationals waar wij wereldwijd mee werken en die daar ook echt van business intelligence voorzien. Die willen ook weten wat er over een jaar aan het gebeuren is. Dus om die goed van die informatie te kunnen voorzien, moeten wij dus gewoon heel erg horizontaal opereren. Maar dat doen we in allerlei verticals in die 13 steden waar we nu bezig zijn. En dat worden er overigens nog veel meer.
Een van jullie belangrijkste, een van de belangrijkste onderdelen van jullie businessmodel was dat je een participatie verwerft. Nog steeds. In bedrijven. Hoe is dat gelopen de afgelopen jaren? Heb je goede exits gehad? Nou, we hebben heel bewust een strategie waarbij we zeggen exits 4 tot 7 jaar. Hè? Dus, okay, dus ben je nog in het begin niet hadden wij ook nog wel externe investeerders. Tegenwoordig proberen we eigenlijk al die aandelen zelf vast te houden. Maar er zitten een paar hele interessante aan te komen. En als je gewoon puur kijkt naar de waardering op basis van de laatst gedane deals bij die start-ups. Ik denk dat we hebben nu in de hele wereld, doet even uit mijn hoofd, 241 start-ups gedaan. De gemiddelde waardering van de start-ups nadat ze uit het programma komen, dus na 3 maanden ligt rond de 2,5, 3 miljoen. En heel veel daarvan zijn inmiddels stukken verder. Er zitten er een paar nu tussen de 40 en 50 miljoen, waaronder één Nederlands. Ja, dus daar zit niet een Facebook bij. Maar ik denk wel dat we er nou 2, 3 in huis hebben die de omvang van een Dropbox zouden kunnen bereiken. Maar even voor alle duidelijkheid. Dropbox was ook niet van de een op de andere dag zo groot als het nu is. En dan zitten jullie allemaal met die 7% of zo, is het? Of 8%. Ja, ik denk overigens wel dat een businessmodel is wat in de toekomst heel erg gaat veranderen. Ja, waarom? Nou, omdat je ziet dat die 8% nu al onder druk staat. In de Verenigde Staten is het 6%. Dus wij hebben daar wel wat, we hebben wel wat ideeën over nieuwe businessmodellen die we zouden kunnen hanteren. Ja, nou, denk vertel die dan ook even. Nee. Even hoor. Ja. Businessmodel, daar ga je het verschil toch niet mee maken? Nee, zeg ik toch ook niet. Dat we daar, wij maken het verschil omdat wij zijn, weet je, Patrick en ik komen natuurlijk allebei ook wel uit de oude media. We hebben bij NL Mol tv-programma's verkocht en dat waren de duurste die je kon krijgen, maar het waren ook de beste en de hoogscorende. En wij zijn zeker niet de goedkoopste accelerator, alles behalve dat. We zijn denk ik voor start-ups behoorlijk duur, maar ik durf te beweren dat we qua kwaliteit ook gewoon de beste zijn. Ja. En dat kost geld. Ja, maar je mag nog even een heel ander klein dingetje. Je weet, je houdt van muziek, ik hou van muziek. Maar ik vind het heel fascinerend om te zien dat je, dan kom ik ergens tegen dat je de hele nacht weer house, techno gedraaid. Ja, afgelopen zaterdag als DJ gedraaid. Ja. Hey, wat is daar leuk aan? Wat leuk is aan draaien is hetzelfde als dat je voor een grote zaal spreekt. Binnen 30 seconden voel je of je het publiek pakt of niet. En als ik techno draai, dan neem ik iemand mee op een reis, die pak ik op. En ik gebruik geen drugs, ik drink geen alcohol. Ik bedoel, ik ben een beetje... Een atypische figuur op de zaal. Ik heb het allemaal wel gedaan, hoor. Ja. Dus ik weet wel wat iemand ondergaat die voor me staat er dan. Ik zeg van, kom maar hier, ik pak je op. En ik zet je over 3 of 4 uur weer neer en heb je een geweldige reis gemaakt. Dat is wat ik doe. Dat is helemaal te gek. Het leuke is, als ik draai, dan ben ik daar zo mee bezig. Dan denk ik echt niet aan start-ups. En als ik met start-ups bezig ben, dan ben ik echt niet bezig met de techno. Heb je wel eens aan muziek-start-ups gedacht? Bijvoorbeeld, heb je wel eens gekeken? Ik vind het heel erg leuk dat Duncan Stutterheim bezig is nu met Open House. Een accelerator voor de dans- en evenementenindustrie. Ik heb er zeker aan gedacht, maar ik ben... Zo'n grote fan van die muziek, dat ik daar zakelijk niets mee wens te doen. Ten eerste, omdat je dan niet meer objectief daarin staat. Ten tweede, weet je, ik zie mensen in die industrie ook volledig naar de Filistijnen gaan. En dat wil ik niet meemaken. Ja, even een vraagje van Twitter. Arthur Hogeveen, van welke gemiste deal heb je het meeste geleerd, / gebaald? Dat zijn eigenlijk 2 vragen. Van een mislukte deal waar ik het meest van geleerd heb is zonder enige twijfel Sport 7. Dat heb ik ook al bij jullie verteld. Dat heeft heel veel geld gekost, privé ook heel veel geld gekost. Hele goede les. Als we toen de Lean Startup methodologie die wij nu gebruiken, waarbij je continu valideert, als we die toen, als Joop van der Ende en John de Mol en ik dat toen hadden gedaan, had onze aandeelhouders 200 miljoen gekost. Dan hadden 450 mensen nog hun baan gehad. Dus dat is veruit de deal waar ik het meest... Waar ik het meest aan heb verloren, maar ook veruit het meest van heb geleerd. Maar ik moet je zeggen, weet je, wij zijn toch wel competitief. En ik vind dat wij hele goede concurrenten hebben. En ze hebben zich nooit bij ons gemeld. Maar ik moet je zeggen, 3D Hubs en PeerBee had ik best graag in plaats van Rockstart naar Startup Bootcamp willen zien gaan. Maar het is niet zo dat ik daar wakker van heb gelegen, maar ik win graag. Er is natuurlijk wel degelijk concurrentie om... Ja, gelukkig. Maar dat is maar goed ook. Stel je voor dat... En daar heeft iedereen zo weer zijn eigen strategie voor. Hoe komen jullie in contact met die veelbelovende start-ups?
Wij noemen het Fast Track Days, dus we hebben pitchdagen in de hele wereld. Ik denk dat we dit jaar een stuk 80 doen. En dat letterlijk van Melbourne tot Canada tot de Oekraïne. We zijn morgen in Manchester. En wij maken daar bekend op allerlei techblogs en op conferenties en dergelijke. Dat wij zijn en dat startups zich daar kunnen aanmelden en bij ons kunnen pitchen. Mensen kunnen zich bij ons uiteraard online aanmelden. Social media zetten we wat dat betreft in. En het is een beetje... kijk, wij kiezen voor kwaliteit, maar om kwaliteit te bereiken heb je heel veel kwantiteit nodig. Dus idealiter hebben wij van het programma 1000 aanmeldingen. Meestal zitten we zo tussen de 700 en 1000 aanmeldingen. We hebben 10 plaatsen. Ja, en dan pak je de beste van de beste. Hey, ontzettend bedankt. Er zijn heel veel dingen, ook op Twitter, maar die kun je laten terugkijken, die we nog zouden kunnen behandelen. Dat doen we graag een andere keer weer met je, want dit is ook een beetje een vervolgverhaal wat we aan het maken zijn. Steek, we zijn even vergeten te melden, want dit is 400 uitzending. Ik kijk uit naar de 500. Wij allemaal proberen over een jaar te doen. Hey, jullie die nu live keken, bedankt voor het kijken. Jullie die hier aanwezig zijn, natuurlijk ook. Weet je, we hebben wat bier en andere dingen ingekocht. Als stop is in stop. En dan kun je ons terugvinden in het loge hier vlakbij. Zoals elke dinsdag. Zoals elke dinsdagavond op de Nieuwmarkt. We danken StreamZilla die ervoor zorgde dat de stream live bij kwam. En ik wil nog één dingetje even vertellen. Peter Olson is hier aanwezig. Die heeft een prachtig boek geschreven wat wij mogen uitgeven. Zeg ik iets verkeerd? Wat is het probleem? Er wordt ergens gelachen. Ja, nou ja. Met de achter ons. Dat is het nadeel van het publiek, hè? Dat je niet weet waarover het gaat. Hey, maar het boek 25 jaar internet in Nederland, dat is echt eentje waarvan ik denk, die moet je allemaal lezen. Ga je op vakantie, al die mooie verhalen van de mensen, de grondleggers van internet in Nederland lezen. Want het zijn bijzondere. Er zijn zelfs stukken van mensen die met de schop bezig zijn geweest om internet volgens mij van Zwolle naar Groningen te krijgen. Kijk op de site en je vindt het daar terug. Ben je hier aanwezig, dan weet je, je mag het pand niet verlaten voordat je dat boek hebt aangeschaft. Dank voor het kijken, tot de volgende keer. Dag.